We zijn hier in het Kalfsbeek College in het kader van Lupus Nederland. Lupus is een tot nu toe redelijk onbekende ziekte. En we zijn hier om een aantal mensen te interviewen om het wat bekender te maken. Lupus is een ziekte die bekend is bij mensen onder de naam lupus, maar ook onder SLE. En dat is een systemische auto-immuunziekte. Gelijk veel moeilijke woorden, maar dat betekent, auto betekent zelf en immuun betekent afweer. Dat zijn witte bloedcellen en die witte bloedcellen vechten tegen jezelf. En dat betekent dat je eigen lichaam van binnenuit aangevallen wordt. Het uitzicht dus in een heleboel verschillende verschijningsvormen. Hè? Zijn de artsen er ook op bedacht dat lupus redelijk vaak voorkomt? Iedereen heeft het in zijn opleiding geleerd, maar er zijn te weinig patiënten, met name die een huisarts bijvoorbeeld ziet, waardoor het moeilijk is om aan de diagnose te denken. Daarbij komt ook nog dat het een ziekte is die zich in de tijd ontwikkelt. Dus het begint soms met een beetje vage klachten, die iedereen wel eens heeft, maar dan zet het zich door en uiteindelijk na maanden of jaren kan het lupus worden. Ieder kind in de hele wereld die lupus heeft, dat die dan toch wel het heel erg zwaar heeft. En ja, ik vind zelf ook dat er wat meer onderzoek wordt gedaan naar lupus. Zijn er ook medicijnen voor, weet je dat? Nou, niet echt een medicijn om het helemaal te stoppen. Maar er zijn bijvoorbeeld, mijn zus die heeft iets van 5 medicijnen, zoals bloedverdunners en allemaal nog meer spul. En ja, dat helpt toch wel een heel klein beetje. Er is een enorme klimmuur gerealiseerd. En we hebben net een mevrouw gezien die helemaal bovenin hing. En wij willen graag weten, hoe was die ervaring? Heel spannend. Het was wel heel erg leuk. Dat klimmen was leuk, dat naar beneden gaan, dat was wel iets spannender. We hebben vanmiddag met een aantal mensen gesproken, onder andere dokter Kamphuis, die ons uitgelegd heeft wat voor ziekte lupus eigenlijk is. Er zijn ook wat beelden gemaakt van kinderen die het hebben, maar misschien door middel van deze uitzending dat het iets meer bekendheid heeft gekregen.